Ik vind het een eng besluit en ik vind het ook eng dat na twee grote opsporingsonderzoeken waar heel Den Haag en omstreken binnen zijn buiten is gekampt, dat er opeens na jarenlang iemand opstaat die meent het een en ander te kunnen ventileren over mijn cliënt. Als ik mij zo recht op de man afvraag, dan zou ik bijna zeggen dat die getuige uit een tube komt. En als het gaat om de mededeling die de getuige doet, tenminste voor zover ik het begrepen heb van de advocaat-generaal, dan kan het niet anders zijn dan dat het een gefabriceerd verhaal is.